wel vrij open, het niet te groot maken, van aangeven, ik zie dat dit is, kan ik jullie ergens verder mee helpen, bijvoorbeeld met sport of zo, want ook daar zijn potjes voor cultuur. En als je open dat gesprek gewoon aangaat, het niet te groot maakt, dan is dat meestal keurig te doen. Ik denk op het moment dat je het weet, omdat ouders het aangeven, dat je samen met ouders moet gaan kijken van, hey, hoe zouden we het kunnen oplossen zonder dat andere kinderen het doorhebben. Want waar ik altijd bang voor ben, als leerkracht zijnde, is dat kinderen er misschien om gepest worden, terwijl het eigenlijk helemaal niet een schande is. Want iedereen heeft het wel eens een keer financieel wat moeilijker. Over het algemeen zijn ouders heel erg blij dat je bespreker maakt en dat ze zien dat er mogelijkheden zijn. Want eigenlijk vaak durven ze de stap niet te maken om het zelf te komen vragen. Maar als jij het eerste aanzetje geeft, ja, dan happen ze eigenlijk heel snel van ja, want dat is eigenlijk wat ze willen. Ze willen geholpen worden, alleen durven ze het heel vaak niet. U moet zich voorstellen dat er heel veel schaamte is ook. Van gezinnen waar thuis heel veel armoede is, ja, daar is schaamte bij zowel ouders als bij kinderen. En op het moment dat de leerkracht intermediair informeert en die gaat een gesprek aan met het kind en met de ouder, dan kan dat achter wat we noemen gesloten deuren. He, dan hoeft niemand te weten dat het kind kan voetballen omdat wij dat organiseren. He, dan is dat gewoon geregeld zonder dat mensen daarvan afweten, zodat het kind gewoon lekker kan sporten alsof hij daar gewoon net als ieder ander kind hoort.